Ik loop altijd tegen hetzelfde probleem aan. En dat is dat als een pot chocopasta leeg is, of pindakaas, dat die eigenlijk nog helemaal niet leeg is, maar je komt er gewoon niet meer bij en kan er niet veel meer uitschrapen. Ik heb daar een oplossing voor gevonden en dat ga ik vandaag jullie laten zien. Kijk even mee. Nou, zoals je kan zien zit er echt nog mega veel in en dat is gewoon echt zonde om weg te gooien. Dus wat ik doe, ik gooi er gewoon wat vanilleijs bij en dan heb je een lekker toetje. Oké, dit is echt het makkelijkste toetje die ik ooit heb gemaakt. Dit is ook heerlijk om te doen met pindakaas, met jam, noem maar op. Dus ik zou zeggen, doe dat zeker. Dan heb ik nog een tweede tip voor je. Als je een bak ijs hebt opengemaakt en je gaat hem daarna weer invriezen, dan komt er vaak zo'n vies laagje overheen over het ijs wat heel hard is. Plus je kan het niet makkelijk uit de bak gaan scheppen. Daar heb ik een hele makkelijke oplossing voor. Stop hem gewoon in een tasje, in een plastic tasje. En dan zal je zien dat het ijs scheppen een stuk makkelijker gaat omdat het lekker zacht blijft. En er komt ook niet zo'n vies laagje, zo'n vies waterachtig ijslaagje op. En dat kan je zo in de vriezer gooien. En vond je dit nou handig? Vergeet dat niet te delen met iedereen die je kent. Geef ook even een duimpje omhoog, laat een reactie achter en abonneer je. Ook kan je ons toevoegen op Snapchat en ons volgen op Instagram. Dus doe dat zeker en dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.